Donderdagmiddag tekenen Arcadius Milix en Ajax contract. De 20-jarige Poolse speler wordt gehuurd van Bayer Leverkusen. En Ajax kan in het komende seizoen rekenen op een ambitieuze spits. Ik freue mich dat ik hier ben. Ik ben speler van Ajax. Mijn ziel is uh, in de volgende seizoen veel spelen. Uh, Vele teugen maken, dat is ook zeer wichtig voor jeder Stummer. Maar tevreden uh, zijn met deze vereinde, met deze, uh, deze start. Ja, We kennen Milik eigenlijk al twee jaar, <coughs> toen hij nog uh, in Polen speelde en topscorde werd bij zijn, uh, bij zijn club. Uh, toen kreeg hij eigenlijk een transfer naar uh, Leverkusen. Uh, ik denk dat hij, wij uh, in het algemeen denken dat hij uh, naar de Augsburg verhuurd is, maar daar op een verkeerde positie stond. Hij speelde meer dan meer tien, terwijl het uh, ja, een echte negen is. Hij kan ook vanaf de linkerkant spelen. En ja, als je goals wil maken, moet je rondom de 16 zijn. En dat is bij Ajax uh, de kans groter dat je dichter bij de goal staat als bij Augsburg. Dat is een heel ander systeem. Milik is na Sivkovic, die van FC Groningen komt, de tweede spits voor het volgende seizoen. Mark Overmars is duidelijk over zijn rol. Nou, Hij kan er ook direct staan. Hij is 20 jaar. Uh, speelt in het Poolse Nationale Elftal. Is fysiek sterk. Uh, natuurlijk hebben we met Sivkovic een uh, talent. Alleen uh, die moet je de tijd geven. En het is ook een totaal andere speler, wat ik net ook, uh, net, net ook zei. Dus dat is eigenlijk mooi, het vult elkaar goed aan. De strikerpositie in de Ajax-squad is een well discussed position. Do you know what Ajax expects van een striker? Ja, ik wijs dat er vroeger veel goede waar waren. Ibrahim Ovidjou was Suarez. So, ha, uh, beide hadden veel toeren geschoten. Ja, laatste seizoen, nu uh, um, in de had is ook. Ähm, ja, sind gute Spieler. Ich habe schon gesagt, ja, ich will, ich will viele Tore machen und äh, nächste Saison. Aber aber jetzt muss ich muss äh, Schritt nach vorne machen und äh, gut spielen, äh, gute gute Leistung im Trainings machen, äh, Trainingslager machen und danach äh, mal schauen. In hoeverre kan hij wat toevoegen aan het huidige elftal? Nou, ik denk dat het belangrijk is in het Ajax-systeem is dat, je, dat we kunnen doorvoetballen, hè? dat de spits ook een bal uh, vast kan houden, en dat kan die. Dus ik denk dat het elftal er heel veel uh, baat bij heeft. En nogmaals, ja, we hebben verschillende soorten uh, spitsen in de selectie, en ik uh, hoop en ik uh, weet bijna zeker dat hij van uh, toegevoegde waarde zal zijn. Verhaag is op rechts, maar de goal is niet van hem. De goal is van Milik. Ich erinnere mich an ein Tor gegen PSV in der maspalomas cup of you. Do you remember that goal? Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, ich habe, uh, ich weiß, wie, wie ich habe uh, dieses Tor geschossen gegen PSV. Aber das war schon lange, das war schon ein halbes Jahr früher. Ja, ich will auch gegen uh, gegen PSV uh, nächstes Saison wieder Tor machen, aber aber das ist, ich will nicht uh, versprechen, ja. We moeten proberen bij Ajax uh, namen, uh, ja, een echte naam te laten worden in Europa. En uh, of dat nou uh, Huntelaar is die een uh, topspeler in Europa werd. Of, uh, nou hebben ja, heeft het in Nederland goed gedaan, maar er is een topspeler in Europa. Dus wij moeten namen gaan creëren. En wat we ook met Sivkovic gaan willen proberen, hè, dat dat het natuurlijk een internationale topspeler wordt. Hij moet het natuurlijk ook laten zien. Het is een ander type speler. Misschien, uh, ja... Niet de speler die twee man kan passeren, maar een type Stefan Pettersson uh, misschien. En die zijn ook uh, heel belangrijk.